Op basisschool De Keizer in Goorle klinkt er regelmatig muziek door de gangen. Kinderen uit groep 7-8 vinden het leuk. Ze leren veel van de lessen. En stop. Oké, dat gaat goed. Ja, we hebben net 2 liedjes gezongen voor jullie. En gewoon heel veel geoefend. Ik vond het prachtig. Ik ook. Nou, ik vind het wel leuk. Alleen soms dan zitten er liedjes bij dat ik echt denk van... maar halverwege de les vind ik het dan toch wel een stuk leuker. Je kan meer liedjes leren en sommige ken je niet eens. En dan leer je het en dan vind je het later weer leuk. Dus, en dan kan je gewoon leuk meezingen, leuk meespelen. En dan kan je gewoon je ei kwijt, zeg maar. Op deze school wordt al 25 jaar muziekles gegeven. Meester Wim komt met een speciale kar vol instrumenten naar de klas. Ze vinden de les hier extra belangrijk omdat dit een speciaal onderwijsschool is. De kinderen hier hebben soms extra hulp nodig bij het leren. Als je gewoon problemen met je gedrag hebt, dan kan je gewoon hulp vragen aan gewoon juffen en zo. Nou, ik zit hier omdat ik heb meer hulp nodig, zeg maar. En kleine klassen zijn fijn voor mij. En ik heb zeg maar een rugzakje van vroegere dingen. En ja, hier kunnen ze je helpen met als je boos wordt bijvoorbeeld. En juist dan kan het belangrijk zijn om de muzieklessen te krijgen. Wat je ziet op school is dat er veel dat het gaat over kennis, dingen leren. Natuurlijk leren we bij muziek ook, maar er zit nog een ding bij. Dat is dat je je gevoel kwijt kunt. En dat je jezelf kunt uiten in muziek. En dat leer je daar ook mee. Soms dan zit ik iets minder in mijn vel, omdat er dingen zijn gebeurd. En dan zijn muziek aan het maken en dan let je totaal niet op die dingen. En dan ben je gewoon bezig met de muziek. Ja, omdat het je rust geeft. Het is heel ontspannen. Ja, dan kan je een beetje doen wat je wil. Een beetje en een beetje, ja, het trommelen, weet ik het allemaal. Ja, de kinderen krijgen hier 1 keer in de 2 weken muziekles. En ieder kind krijgt dan een instrument en moet meezingen. Maar bij mij gaat het nog niet zo goed. En wat is jouw favoriete instrument? De triangel. Waarom? Nee, ik vind het gewoon leuk, dat geluid zo ting. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 35.000 kinderen die les krijgen op het speciaal onderwijs. Maar veel van hen krijgen dus nog geen muziekles. Nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat er binnen 5 jaar op alle basisscholen in het speciaal onderwijs ook muziekles gegeven wordt. En volgens de kinderen hier is dat heel leuk. Yes! Hey, goed gedaan jongens. Knap.